fysiotherapeut, onderzoek, behandel en begeleid ik mensen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Bij zowel vrouwen als mannen. Want ja, mannen hebben ook een bekken en een bekkenbodem. Er wordt vaak gedacht dat bekkenfysiotherapie alleen iets is voor zwangeren met bekkeninstabiliteit. Maar er kan meer aan de hand zijn in dit gebied. Zo behandel ik en begeleid ik onder andere mensen met klachten op het gebied van plassen, de ontlasting, seksuele problematiek, zwangerschap, verzakkingen, bekkenpijn en instabiliteit. Er zijn veel mensen die lang met bepaalde klachten blijven doorlopen, omdat ze het moeilijk vinden om erover te praten of zich ervoor schamen. Ik zie bijvoorbeeld mensen die hun plas niet goed kunnen ophouden, of die heel vaak moeten plassen, of juist veel moeite hebben met het kwijt kunnen van hun ontlasting. Ik vind het ontzettend jammer dat mensen vaak pas na jaren bij me komen voor hulp. Want ze worden dan al een lange tijd in hun dagelijks leven gehinderd. Daarom zou ik willen dat problemen rondom het plassen en de ontlasting minder in die taboesfeer blijven hangen. Dat er meer over gesproken wordt en dat mensen weten dat er vaak wel iets aan te doen is. Mensen hebben vaak geen idee waarom dat ze bij een bekkenfysiotherapeut terechtkomen. Maar ik ben gespecialiseerd in heel dit gebied. Dus voorbij de heupen, het bekken, de lage rug, de buik en zelfs ademhalingsproblemen komen daarbij kijken. Ook het toiletgebeuren zit daar in dit gebied, waar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt. Ik wil even wat voordoen hoe we bijvoorbeeld op de toilet kunnen zitten, maar ook hoe het juist niet moet. Om te plassen moeten we goed rechtop zitten. Moeten we ook goed op de bril zitten. Dus niet erboven hangen, dames, boven een vies toilet. Nee, maak keurig de bril schoon of leg er een papiertje op en ga goed zitten. Want we moeten juist ontspannen om te plassen. Dus we moeten ook niet gaan persen. Maar laat het rustig gebeuren. Ontspannen zitten, ontspannen ademhalen, de voeten goed op de grond en laat de plas gewoon komen. Als we klaar zijn, kunnen we rustig ons bekken kantelen, achterover en voorover, alsof je de blaas nog een beetje leeg kiept. Dus een beetje schommelen. Dus nog steeds niet gaan persen, want leeg is leeg. Zijn we klaar, dan deppen we rustig af en we komen rustig overeind. En we zijn klaar. Ook mannen moeten dus zittend plassen. Want voor mannen is het ook belangrijk dat ze ontspannen kunnen plassen. Zouden ze nou tegen een boom kunnen staan plassen? Gewoon ontspannen, is er niks aan de hand. Maar ja, ze moeten toch in die pot zien te mikken. En dit is gelijk veel meer gespannen. Dus mannen, ga ook zitten. Voor de grote boodschap, voor de ontlasting of het poepen, zoals je het wil noemen, gaat het als volgt. Dit is de darm die normaal gesproken, als wij staan, in een knik zit. Mijn onderste hand is de bekkenbodemspier die zorgt dat die knik daarin blijft, zodat we geen ontlasting kunnen verliezen. Als we nu gaan zitten op de wc, dan zit die knik daar nog steeds in. En zelfs als ik zo zou gaan zitten poepen, dan zit die knik er nog steeds in. Wat beter is, is om een voetenbankje te pakken, rustig ontspannen te zitten, een beetje een bolle buik, zodat die knik er een beetje uitgaat. En dan kunnen we makkelijker ontlasten. Zonder dat we hoeven persen, de darm doet zijn werk als ik maar rustig ontspan en ik heb goed aandrang. Dit is een bekken en dit is een vrouwenbekken. Dat zit hier in ons lichaam. Als we hier in ons zij voelen, dan voelen we dit bot. Het schaambeen hier aan de voorkant zit hier aan de voorkant. En het stuitje zit hier, helemaal onderin. De heupen zitten hier. Dus mijn arm is nou het been. De buik zit daarboven. En daar weer boven zit het middenrif. Wat zorgt ook voor de ademhaling. Al dit roze zijn de bekkenbodemspieren. Een soort schelp of een hangmatje. Ik zeg al, dit is een vrouwenbekken. Bij de man zou hier
de penis zitten met de balzak. Maar voor de rest is het vrijwel hetzelfde. Die spieren die zitten dus helemaal in de diepte, maar die kunnen we wel aanspannen en ook weer loslaten. En een te verkrampte bekkenbodem kan ook voor veel problemen zorgen. Dus het is van belang om hem goed te kunnen aanspannen en ook te kunnen loslaten. En ook wat zachter te kunnen aanspannen en op het juiste moment. Als u urineverlies hebt tijdens bijvoorbeeld hoesten, lachen, tillen of springen, dan kan het zijn dat de bekkenbodem niet een goede controle heeft. Een bekkenbodem die moet niet alleen sterk zijn, maar hij moet ook op het juiste moment kunnen aanspannen. Want mijn hand bijvoorbeeld, die kan nog zo krachtig aanspannen, maar dan span ik ook mijn schouder aan en mijn kaak aan. Maar dan hoef ik nog niet dit te kunnen, op het juiste moment. Dus met de bekkenbodem ook, die moet op het juiste moment kunnen aanspannen. Zodra ik spring en neerkom, dan moet hij aanspannen. Zit hij de hele tijd heel erg verkrampt, dan zal hij nooit op het juiste moment kunnen aanspannen. Dus kan ik urineverlies krijgen. Om de bekkenbodem te oefenen, moeten we eerst weten waar die bekkenbodem zit. En dat is een moeilijk verhaal, want hij zit daar diep verstopt. Maar we kunnen wel proberen om die bekkenbodem aan te spannen. Door het gevoel van de plas ophouden, een wind tegenhouden of de anus intrekken. Of bij vrouwen de vagina dicht te trekken. En bij mannen de balzak op te trekken. En dat dus zonder dat we onze billen en de buik aanspannen en dat we gewoon rustig doorademen. Nu in deze coronatijden is het mogelijk om een afspraak te maken voor een telefonisch of een videoconsult. Zo kan er toch een intakegesprek gehouden worden. Aan de hand daarvan krijgt u adviezen en oefeningen. Neem dus gerust, ook in deze tijden, contact op met een geregistreerd bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt voor het maken van een telefonische of videoafspraak.